Iedereen vond eigenlijk wel dat de coffeeshop moet blijven in Kampen. En waarom? Omdat ze natuurlijk bang zijn dat de overlast naar hun verplaatst wordt. Dus is het voor hun wel van belang dat er gewoon een gedoogde shop in Kampen komt. We hebben een petitie gehouden onder alle horeca, tenminste alle kroegen in Kampen. En we hebben eigenlijk van iedereen wel een handtekening gekregen. Die mensen die zijn het in ieder geval eens met het ophouden van keldertje. Of in ieder geval voor een gedoogde koffieshop. Want hun zien de problemen ontstaan als het keldertje dichtgaat. Zoals? Drugsverkoop op straat en met alle overlast die daarmee gepaard gaat. Dus ik kreeg zeer veel lovende reacties eigenlijk. De meeste kroeghouders die waren het mee eens eigenlijk. En is het initiatief van de kroeghouders uitgegaan? Nee, dit initiatief komt bij ons vandaan. Mm-hmm. Maar het verraste mij dat ze zo bereidwillig waren om eraan mee te werken. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen aan drugs verslaafd raken? Want dat is eigenlijk onze belangrijkste drijfveer. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet aan de drugs verslaafd raken? Dat is ook de worsteling waar onze gemeenteraad mee zit, ook aanstaande donderdag. Het gaat niet eens zozeer om een principe wel of niet. Het gaat er veel meer om van welke middelen kun je nu het beste inzetten om ervoor te zorgen dat mensen die gebruiken eigenlijk niet verslaafd raken of in ieder geval bij de hulpverlening terecht gaan komen op het moment waarop zij wel gebruiken. Okay. Ik weet dat alle fracties hiermee worstelen. Ik zal er natuurlijk voor zorgen dat deze petitie ook bij de raadsleden terechtkomt. Vandaag zal ik dat ook doen. Vanavond zullen ze wellicht zich bezinnen op de vraag wat hun inbreng is aanstaande donderdagavond. En wat hun inbreng wordt, dat zullen we samen moeten afwachten.